De face review. Abonneer nou snel. Want een hoog percentage van jullie is nog niet geabonneerd. En als iedereen van jullie even zou abonneren, dan had ik waarschijnlijk nu al 100 miljoen abonnees. Ja, hey, face review in 3, 2, 1. Nee, oké, een grapje. Hey, zijn jullie er klaar voor? Let's go! Yo! Dit is zo cringe. Hey, it's me! Wat een teleurstelling dit, ik weet het. Ja, nee, hey, dit ben ik gewoon. Naar dit luister je gewoon al 3 jaar lang. Of iedere week, hangt eigenlijk af van hoe lang jij al geabonneerd bent. Maar hey, dit ben ik dus. Ik ga geen Jaraski-praktijken poelen. If you know, you know. Hey, maar voor de rest, gaan we gewoon even een beetje basic dingen bespreken, toch? We beginnen met de basisdingen. En dat is 1, ik weet dat ik naar de kapper moet. 2, ik weet dat mijn hele lip ontstoken is of zo. Dat ding ziet gek rood. Ik weet niet wat er aan de hand mee is, het zal wel zijn. Voor de rest vind ik het echt super gaar om zo in een lens te praten. Ik denk dat hij er ook echt super onnatuurlijk uitziet gewoon. Moet ik ook zo'n gekke handgebaren doen of zo? I don't know hoe dit werkt. Ik weet dus niet of ik ben scherp gesteld. Dat is het hele probleem. Het is nu 5:30 net niet. En ik ben letterlijk al van 1 uur of 4 bezig met mezelf proberen scherp te krijgen en zo. Dus ja, groot gezeik. En voor de rest, jullie zien natuurlijk nu een of andere gekke setup. Nee, jullie zien eigenlijk mijn hoofd, maar ik zie een of andere gekke setup. Ja, ik heb snel een camera geswiped. Dit is niet mijn eigenlijke facecam. Want dit is wel iets betere kwaliteit dan mijn facecam. Kijk, de referentie. Dit is mijn facecam, yo. Ik sta ook helemaal scheef. Even in beeld en zo. Ja, nu zie ik mezelf praten, maar dit ziet er heel raar uit. Ik moet echt in de lens dus kijken. Zo, ik heb hier een kale plek op mijn hoofd. Waar is dit? Ja, ik kom ook net uit de douche trouwens. Ik dacht, ik ga hem even douchen voor goed te ruiken op beeld. Ja, kijk. Je kan niet allemaal de slimste zijn, hè. Voor de rest, ja, ik heb niet echt veel moeite gedaan om deze bullshit hier achter mij op te ruimen. Dit zijn mijn studiolampen die daar liggen, hier beneden. Een of andere oude microfoon ligt daar. Ja, tegen de volgende stream of video ruim ik het wel even op. Maar hey, voor ik jullie meeneem om even mijn setup snel te tonen. Want ja, dat kunnen we natuurlijk ook wel doen nu. Moeten jullie wel even abonneren? Want hoe cringe ik dit ook vind. Ik doe het wel gewoon. Ik heb het beloofd, dus het moet wel. Maar ja, daarvoor moeten jullie natuurlijk wel liken. En abonneren natuurlijk. Oké, eigenlijk heb ik wel al beloofd dat ik vanaf de 1000 abonnees de face reveal ging doen. We hebben nu 19,3k als ik mij niet vergis. Dus ja, het heeft wel even geduurd. Maar kijk, ik ben er gewoon. En daar is het belangrijkste zeker. Laat ook even een leuke comment achter. En ga me alsjeblieft niet belachelijk maken of zo. Ik weet dat ik naar de kapper moet. Niks over mijn haar alsjeblieft. Voor de rest kunnen jullie zien dat ik echt een kast ben. Ik weeg volgens mij echt niet meer dan 15 kilo of zo. Nee, het is echt een ramp. Ach ja, so be it. Hey, maar vanaf nu kunnen we dus alle streams en video's ook met facecam doen. Wel eerder die facecam in plaats van die daar. Want ja, die is iets compacter en zo in plaats van die daar. Ja, kijk. Het zou wel ziek zijn mocht het met deze kunnen, maar daarvoor moet ik het eerst even uitzoeken hoe dat allemaal werkt en zo. Maar ja, hey, daarover gesproken, er zijn wel een paar video's die opgenomen zijn zonder facecam. Want ja, ik werk altijd een beetje vooruit natuurlijk. Dat is allemaal veel makkelijker en zo. En ja, die zijn al van vorige week, 2 weken geleden allemaal al opgenomen. Dus volgens mij komen er nu nog 2 of 3 video's online zonder facecam. Het zou er ook maar 1 kunnen zijn, ik weet het eigenlijk echt niet exact. Ja, jullie zullen het wel zien zeker. Maar de streams zouden in principe wel allemaal mijn facecam moeten zijn. Tenzij jullie me echt belachelijk gaan maken en ik me gepest voel voor de rest van mijn leven. Ja, kijk. Hey, ik denk dat dit het wel was. Ik hoop dat ik scherp gesteld stond. Anders heb ik echt een groot probleem. Want dan mag ik dit hele ding nog eens opnieuw opnemen. En ik heb het al 3 keer gedaan, geloof mij. Hey, maar dan doen we toch nog even snel een setup tour. Want ja, waarom ook niet? Ah, dan neem ik jullie er even bij. Ja, hey, ik had net heel mijn setup opgenomen met die camera. Nee, dat ding is veel te zwaar. Dus dit is die camera waarmee ik net mezelf aan het opnemen was hier. Maar dat ding is zo zwaar. Check mijn statief ook. Ik heb het gewoon op mijn computer gezet. Hey, maar ik laat jullie anders snel even alles zien. Dit is mijn computer. Als je de specs wil weten, moet je even in de beschrijving kijken. Ik zal ze daar best even neerzetten. Dat is veel gemakkelijker. Dit is de PlayStation controller die ik echt nooit gebruik. Dit is het bakje van mijn headset die hier ligt. Dit is de Astro Orbitis Pro. Als ik me niet vergis. Ja, goed ding. Buiten, ik gebruik dit bakje nooit. Waarom? Daar kom ik straks wel op terug. Maar ja, kijk. Nou, zoals jullie kunnen zien, ik heb 3 schermen. Niet zo heel speciaal. Of ja, toch wel echt speciaal. Want het is heel overkill. Maar ja, kijk. Waarom ook niet? Met dit programma Audacity was ik net mijn microfoon aan het opnemen. Dat is natuurlijk gewoon Discord en hier zo net mijn OBS waarmee ik die webcam kon opnemen. Dus dit is eigenlijk de gewone webcam. Iedereen kent die jongen. Dit is de Logitech C920. Echt een beasting, maar het is echt verschrikkelijk ruk gewoon. Dus hey, die gaan we voorlopig gebruiken voor de streams en voor de video's. Volgens mij kan je dit wel aan je computer hangen. Moet je zo'n camlink voor hebben of zo? Als iemand het weet, even in de comments droppen. Maar dit ding is niet van mij, dit is van mijn vader. Ik heb deze gewoon gesnatcht real quick. Ik kan deze moeilijk gewoon voor altijd in beslag nemen en daar zetten of zo. Ach ja, kijk, we kijken er wel even naar. Voor de rest heb ik hier mijn toetsenbord. Dit is een Logitech I don't know, G513 of zo. Ik zet hem ook wel even in de comments. Mijn muis en ik ook geen enkel idee van die de G5. Iets met een G en een 5. Natuurlijk een streamdeck. Ik gebruik deze ook nooit. Als je denkt van, yo, heb ik een streamdeck nodig voor te streamen? Nee, man, je hebt het echt niet nodig. Ik druk hier af en toe mee op play en pause voor Spotify aan en uit te zetten. Maar deze doe ik echt wel. Dan mijn GoXLR, die heb ik nodig aangezien dat de microfoon die ik hier gebruik, namelijk de Shure SM7B, een XLR microfoon is. En XLR is zo dit soort type kabel. Dus ja, dat is een hele andere aansluiting dan USB.
USB. Dus ja, die kabel gaat hier langs achterin. En dan wordt die audio doorgestuurd naar mijn computer of zo. Ja, allemaal lastig uit te leggen. Ik had vroeger deze microfoon, die staat hier. Het is de Rode NT-USB. Maar ja, die was afgebroken. Kijk, ik heb hem hier gewoon nog. Kijk, maar die was helemaal afgebroken en die was vuil, jongen. Kijk hoeveel stof hier ook op ligt. Ja, wel gewoon een chill ding dit, maar ik dacht ik heb een nieuwe nodig. Dus dan doe ik het beter even goed. Dan heb ik hier nog een stuur staan ook. Deze gebruik ik echt nooit. Ik heb deze af en toe gebruikt voor Formule 1 te spelen. Maar dat speel ik nu ook wel niet meer, dus ja. Dan, dit zijn mijn twee nieuwe aanwinsten. De Elgato Keylight. Maar ja, deze dingen zijn sowieso wel chill. Heb je nodig als je met camera gaat werken. Want belichting is echt alles. Maar je kan ze dus gewoon bedienen vanaf je computer. Je kan ze aan, uitzetten. Je kan de brightness veranderen. Je kan de kleur veranderen. Je kan ze witter of warmer of whatever maken. Ja, zijn gewoon chille dingen die je nodig hebt. En voor de rest was dat wel een beetje. Ik heb hieronder nog mijn zieke cable management. Eerlijk, het valt best wel nog mee. Ik heb hier ooit heel lang aan bezig gezeten. Ja, er hangen zo'n paar losse kabels. Vooral voor dit ding. Dat gebruik ik ook echt nooit. Dat krijg je natuurlijk met dat stuur vandaar. Hier heb ik nog mijn oude PC staan. Ik zat te denken om hier op dual streaming te doen. Maar volgens mij is ook echt zoveel gezeik voor te doen. Maar ja, hey, dat was het wel. Veel meer is er niet te zien. Dus dan gaan we even terug naar daar. Ja, oké, dat was het wel. Ik heb geen enkel idee meer of ik nu scherp gesteld ben. Ik vrees ervoor eigenlijk. Als het niet zo is, moet je sowieso liken. Als het wel zo is, moet je ook sowieso liken. Hey, bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie allemaal terug bij een gloednieuwe video of livestream, mensen. Yo, de groeten. Hey. With me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right?